zit op een fatbike, op een N-way. Hij fietst wel lekker, maar hij is ook weer illegaal. Dus als hij gepakt wordt, dan met wat sjaak. Milo zit in groep 7 op basisschool De Vuurvogel in Amersfoort. En zij gaan binnenkort ook meedoen aan het verkeersexamen. Zo'n examen wordt meestal gehouden als je in groep 7 of 8 zit en is bedoeld om te kijken of je weet wat alle verkeersregels zijn. Onderweg kom je langs verschillende verkeersborden en wordt er gekeken of je weet wat alles betekent. Vandaag heeft de organisatie die het examen maakt verteld dat kinderen er niet aan mee mogen doen op een fatbike. En het is voor het eerst dat dat niet mag. Wij vinden een fatbike eigenlijk geen fiets. Hij lijkt ook helemaal niet op een fiets, hè, als je er goed naar kijkt. Hij heeft veel dikkere banden. En daarbij kunnen ze ook heel erg hard gaan. Omdat sommige kinderen of sommige mensen die erop fietsen de fatbikes opvoeren. Wat betekent dat ze dus harder gaan dan dat ze eigenlijk mogen. Ik snap het wel, ja, want er gebeuren wel vaak veel ongelukken mee. Ik snap het ook wel, omdat dat ook gewoon hard is, elektrisch. En ja, Ik vind ook dat je eigenlijk gewoon echt op een normale fiets mag moet doen. Ja, ik vind het wel goed, want misschien komt er aanrijding als er een heel groot probleem. Ik denk dat als ik een fatbike had gehad, dat ik dat dan niet heel leuk zou vinden. Maar ja, als het moeite, moet het. Ik vind het ook gewoon niet eerlijk voor die persoon. Dan heb je alleen een fatbike. En dan moet je opeens een normale fiets of een andere elektrische fiets gaan kopen. Ergens vind ik het ook wel weer logisch, omdat het natuurlijk, ja, je kan het wel een fiets noemen, maar ik denk voor het verkeersexamen is het gewoon handig om een normale fiets te hebben. De nieuwe regels gelden alleen voor fatbikes. Kinderen die een andere elektrische fiets hebben, mogen wel meedoen. Het is wel apart, want we hebben ook gewoon elektrische en ik ook. En hun mogen wel en ik niet. Een e-bike mag wel en een fatbike niet. Ja, vind ik eigenlijk wel een beetje apart. De verkeersorganisatie heeft daar wel een extra regel voor bedacht. Kinderen die met een elektrische fiets meedoen, moeten hem tijdens het examen wel in de laagste stand zetten. Ik denk niet echt dat ze dat willen, dat ze dat echt gaan doen. Ik denk dat sommige kinderen misschien stiekem hem net een tandje hoger zetten. Maar het is wel een beetje zuur voor degene die alleen een fatbike hebben, omdat hoe moet je dan meedoen? Ja, goede vraag. Nou, de verkeersorganisatie hoopt dat kinderen met een fatbike dan voor het examen een andere fiets kunnen gebruiken en de fatbike thuis laten. We zijn niet tegen de fatbikes, maar we vinden wel dat je er op een veilige manier op moet fietsen. Zou je ze dan niet juist mee moeten laten doen aan het verkeersexamen? Nou ja, momenteel is het dus zo dat de fatbikes die nu rondrijden vaak gewoon te hard gaan. Dus dat risico kunnen we niet nemen en we willen ervoor zorgen dat het verkeersexamen veilig wordt afgenomen. En we zien toch echt risico's momenteel met de deelname van fatbikes. Milo en Miran kunnen wel gewoon meedoen, want zij hebben allebei ook nog een andere fiets. Ik heb ook nog een mountainbike. Ja, een Cube. Ik heb thuis nog Cortina liggen, die ga ik dan gebruiken.